naar het shirt van Pro Legends die naar Pro Legends belde met Jump. Op de baan vooraan, daar zien we Mika Ooms, Kamikaze om de Supercross Bicycle. Plaatje nummer 2, dat lijkt met shirt van Jorn Wijnands. BMX team zijn met de Rune Rijmakers. En op 3, daarvoor moeten we naar Nederland, naar de Fairplay Riders met Jasper van Summeren. Halfweg koers nog steeds de top 3, daar ongewijs erachter gebeurt er wel van alles. Want daar zagen we het Ice Factor team een plaatje goed maken. Dat was Brent van Aarschop. Hij heeft zich op die vierde stelling genesteld. Vooraan is nog steeds Mika Ooms. De deuxième place en piloot op Jorn Wijnands BMX team met Rune Rijmakers en FPR vanuit Peerder op plaatje nummer 3. Jorn Wijnands BMX trainingen op die tweede positie. In de derde plaats moeten we gaan kijken naar BMX 2000 Tesla. En BMX 2000 Tesla op die derde plaats in beton. En Van Dijk, Tristan van Dijk op tweede in de derde plaats. Lang aan de kop, maar... Van Aarschot, Kop, De Hoef, Kondenaal, Sporen, Michiels en Van Genechten. Dat zijn onze heren die trek met de Europese kampioen op de eerste positie. Dat is Jaro Sporen, hij doet het voor BMX 2000 Tesla. Op plaatsje nummer 1, Ice Factory Team op 2, dat is de 37-0 van Brent Van Aarschot. Van Aarschot op 2, die derde plaats is 47, die komt dan helemaal vanuit Molensprinters vandaan. Dan moet er Vien, Magiels zijn, Molensprinters. En hier op plaatsje nummer 3, Rappelies gaat naar de Europese kampioen en dat is er altijd Jaro Sporen. Lukken de tand, ja, maar we hoeven stellen maar gasten meer. Dus nummer 2 en hier naar Pro Legends op plaats nummer 4. En die, dat is Joffrey de Wit. Plaats nummer 3, laat die zien dat op plaats nummer 3 doorkomen. En volgens mij gaat Jasper van Summeren vooruit. Die wordt er nog voorbij gaan door Joffrey de Wit. Dat was Jasper van Summeren. Vergeet zeggen. Vergeet zeggen. Door Miljoroni Rich van Aarschot. Van Aarschot, Sporen, Orna en Janssens. Dat zijn de heren hier in het trek. 12 jaar een voorplaatje in de halve finale. Wij kijken in de bonus 2006 die er op 2 zit. Maar hier zien we op 1 de Superclub PC-Balkse. Mika Ooms, de Kamikaze op 1. Op 2 hebben we daar de man vanuit... En dat is wel een beetje. Vooraan is nog steeds Bosch, heeft hier een beetje afgescheiden van de rest van het vak. Jurek Eerlijks netjes op die tweede positie. Loodzaai van de nog een beetje stil, maar gaat wel weer door naar de finale. En dit was vierde man en dat was een kleine op 3. Klaas, Artoos, Van Genechten, Van Aarschot, Van Summeren, Ooms, Boens en Rijmakers. Dat zijn de heren hier op de baan. En wie zit er hier op plaatsje? Nee, Dries Boens voor het 2B Racing Team All One. BBC Bikes met Mika Ooms op die tweede plaats. Dan op plaatsje nummer 1, dan vinden we Jasper Van Summeren terug. En dan is het natuurlijk nog knokken voor dat laatste ketje richting finale hier bij deze boys van 12 jaar. Maar het was Rune Rijmakers. Hij heeft momenteel de beste papieren in handen. Zit virtueel in die finale. Laatste bocht, laatste rechte lijn voor deze heren. Nog steeds 2B Racing met Broens omheen. Mika Ooms op die plaatsje nummer 2 van Summeren vanuit FPR op 3. En dan is het inderdaad Rune Rijmakers van het Jorn Wijnands BMX team die mee doorstoot naar de finale.